ligt nu een fantastisch verkiezingsprogramma. Vol met visies, met plannen, met ideeën. Die eigenlijk samen te vatten zijn met twee woorden. Groei en banen. Dit is ons antwoord. Zo komt Nederland uit de crisis. En vandaag begint daarvoor de campagne. Hier in dit nutshuis in Den Haag. Maar ik zal de komende tijd in het land, in alle provincies, ons antwoord op de crisis vertellen. In Utrecht, in Flevoland, in Friesland, in Groningen, in Limburg, overal in Nederland vertellen wij ons verhaal over hoe wij denken dat dit land sterker en socialer kan worden. En dat is ook hard nodig. Want als we zien wat er de afgelopen anderhalf jaar is gebeurd, dan is er iets spectaculairs in negatieve zin heeft zich ontwikkeld. Terwijl Nederland relatief goed uit die vorige crisis van 2008 en 2009 kwam, sneller dan andere landen opkrabbelde, een vrij forse economische groei liet zien na die toch ontzettende klap van de bankencrisis wereldwijd in 2008, is in anderhalf jaar tijd de economische groei spectaculair afgenomen. En ja, zegt de premier dan altijd, ach, dat ligt aan het buitenland, het gaat ook zo slecht in het buitenland, dus ja, daar hebben wij dan altijd last van. Nee, wij deden het beter dan het buitenland in 2010. We waren een Europese topper en we zijn nu een Europese tobber geworden. De buurlanden om ons heen groeien nog wel en wij groeien dit jaar niet meer, en dit is de voorspelling van 2013, groeien we nog maar heel matig. Er is iets grondig mis. En dan blijft de premier volhouden in, nou, maar ook in de andere landen om ons heen hebben ze last van die crisis. Maar dat doen ze dan toch veel beter. We hadden een spectaculair lage werkloosheid een aantal jaren geleden. Die stijgt nu snel. Tot met 563.000 mensen. En dat loopt op naar 600.000 in de komende half jaar. Jeugdwerkloosheid stijgt snel. Werkloosheid onder ouderen stijgt snel. Dat zie je altijd als de werkloosheid snel stijgt. Juist bij die kwetsbare groepen. En in het buurland naast ons, daar daalt de werkloosheid. Ja, maar toch blijft Rutte volhouden. Het is die export van ons. We zijn een exporteconomie. En als de wereld stilvalt, ja, dan hebben wij daar last van. Aan die export ligt het dus niet. Kijk maar naar de cijfers. Gewoon de feiten. Onze export, onze concurrentiepositie, waarin wij het land in 2010 achterlieten, is prima. Wij kunnen gewoon blijven exporteren. We drijven mee op die golf. Het grote probleem ligt in het binnenland. Het binnenlandse bestedingen nemen spectaculair af en de bedrijfsinvesteringen ook. En ja, daar kan je niet tegenop exporteren. Dan heb je uiteindelijk, bij elkaar opgeteld, gewoon een krimpende economie. Puur door dat binnenlandse falen van het beleid hier. Belangrijkste aspect daarbij, of een van de belangrijke aspecten, is het consumentenvertrouwen. In elkaar gesodemieterd in de afgelopen maanden tot niveaus die we nog nooit eerder zagen sinds we er begonnen met meten. De daling is groter dan elders in Europa. Helaas ook dat spectaculair en een ontwikkeling van de afgelopen maanden. En kijk dan naar de laatste opleving en weer neergang. Het was de kortstondige effect van het Lenteakkoord. Toen mensen gingen lezen, zagen ze dat het Kunduz-akkoord toch wel degelijk een voortzetting was en daarmee geen vertrouwen kon inboezemen. Het lijstje wordt langer als je kijkt naar de cijfers van de afgelopen jaren en de afgelopen maanden. Een record aantal bedrijven ging failliet begin 2012. Nog nooit eerder gemeten zoveel faillissementen. Ook niet in die hoogtijdagen van die crisis in 2008 en 2009. Inmiddels zit 25% van de Nederlandse gezinnen met een betalingsachterstand en dreigt in problematische schulden te raken. En dat geldt zeker voor de huishoudens. 3 op de 10 huishoudens staat op dit moment onder water, zoals dat heet. De hypotheekschuld is groter dan de waarde van de woning. En daar zit je dan, met je huis onverkoopbaar. En heeft dat begrotingsakkoord dan verandering gebracht? Brengt dat dan die wending waar de 5 partijen die het sloten zo trots over spraken? Nee, het is gewoon een voortzetting van het beleid. Het zet dezelfde maatregelen die ook al in het katshuis waren afgesproken, die een voortzetting waren van het beleid van Rutte, gewoon voort. 90% is gewoon gelijk en de meest funeste maatregelen gaan door. BTW-verhoging, de forensenbelasting, een bevriezing van de lonen van de ambtenaren, met name de leraren en de agenten. En dat lichtgeld in het ziekenhuis en nog een paar andere maatregelen in de zorg, die consumenten geen vertrouwen inboezemen. Die ervoor zorgen dat mensen de hand op de knip houden en terecht. Want ze maken zich zorgen over de toekomst en dit beleid biedt geen enkel perspectief. Nederland heeft iets anders nodig. En dat andere staat in ons verkiezingsprogramma. Op onze manier, met groei en banen, komt Nederland wel uit die crisis.
En dat gaat langs een aantal lijnen. Uiteraard langs verstandig begrotingsbeleid. Hard nodig om investeringen te blijven doen, maar ook die begroting op termijn op orde te brengen. Ik zal zo laten zien hoe dat gebeurt. Maar door dat verstandig te doen, hou je ruimte voor investeringen die nu zo hard nodig zijn om de groei aan te jagen, die is stilgevallen. Ja, en er zijn hervormingen nodig. Drastische hervormingen om onze economie te versterken voor die verdere toekomst. Want de wereld blijft veranderen. En gedurende die ontwikkelingen blijven wij de lasten eerlijk delen, zodat de basis onder de economie sterk blijft. Een gestage lijn naar begrotingsevenwicht. Heel wat anders dus dan het sprintje, de blauwe lijn, die gekozen wordt door de Kunduz-coalitie. Een sprintje naar 3% en kijk eens wat er daarna gebeurt. Doordat je maatregelen neemt in dat eerste jaar, die in de jaren erna grote uitverdieneffecten heeft, zoals dat heet, tegengestelde werking hebben, doordat mensen opeens minder gaan uitgeven, doordat mensen hun vertrouwen verliezen in de economie, doordat bedrijven ophouden met investeren, juist door die lastenverzwaringen op het verkeerde moment erop te leggen, zie je dus dat de blauwe lijn in het begin inderdaad een beter resultaat boekt. Maar op de middellange termijn al niet meer. De blauwe lijntje is afkomstig uit de Catshuisberekeningen, die wel door het CPB zijn doorgerekend voor de jaren na 2013, 2014 en 2015 staan daar dus gewoon bij. En dan kun je zien wat het verschil is. Uiteindelijk brengt een programma wat een verstandig begrotingsbeleid voert, de begroting eerder op orde, eerder op de nul, eerder in staat om de staatsschuld af te lossen dan de rechtse agenda's. En dat is overigens de afgelopen 40 jaar altijd zo geweest. Als je ruimte houdt voor investeringen, dan begin je met de belangrijkste. Onderwijs. Wel blijven investeren in onderwijs. Wat er ook gebeurt in Nederland, hoe zwaar het ook gaat met de economie, één pijler onder de toekomst mogen we nooit verwaarlozen. En dat is ons onderwijs. Dat zijn onze jongeren, onze jeugd. Dus investeren wij 600 miljoen in onderwijs, daar waar het begrotingsakkoord er precies 600 miljoen uitslaat. Meer zelfs, 300 miljoen voor leraren. Op de nullijn zetten, dan pak je ze 300 miljoen af. En ook nog eens een kaasschaaf van 375 miljoen die eraf gaat. Dat is bezuinigen op onderwijs in de komende jaren. Doen wij niet. We maken een andere keuze. We blijven investeren. En dan kijken we voornamelijk naar de techniek. Want we krijgen in Nederland een groot tekort aan technische opgeleide mensen. Aan vaklui. Mensen die iets kunnen maken, die iets kunnen ontwerpen, die iets kunnen uitvinden. Die opleidingen hebben we veel harder nodig dan nu. Een verdubbeling. Op dit moment studeert 2 op de 10 mensen af op een technische opleiding. Het moeten er 4 of 5 op de 10 worden. En daarvoor nemen we een groot aantal maatregelen. Ook al in dit programma, u kunt ze lezen. Het collegegeld schaffen we af voor hen, zodat het aantrekkelijker wordt om die studie te beginnen. Maar veel belangrijker nog, we trekken het bedrijfsleven erbij. En we zorgen ervoor dat er baangaranties ontstaan via meer stageplekken, via werkervaringsplekken. Zodat een technische studie als vanzeker leidt tot een baan en daarmee aantrekkelijker wordt voor jongeren om te gaan doen. Ik was gisteren in Nemo in Amsterdam, sprak ik met DSM, met Philips, met ASML, met de grote bedrijven van Nederland, Unilever. En die maken zich over één ding het meeste zorgen. Dat zijn die technici. Waar halen ze straks nog vandaan? Vooruitdenken is belangrijk als je wil regeren. Dus investeren in onderwijs. Een heel pakket aan investeringen om bedrijven weer te laten werken, te laten groeien. Hun investeringen weer op peil te brengen. Daarvoor nemen we een groot aantal maatregelen. Die hier een aantal voorbeelden kennen. En niet voor niks. De afgelopen jaar, afgelopen maand, daalden ook daar de parameters spectaculair. 4% eraf. Ook dat zagen we. Daar moeten we lang terug om dat soort dalingen te kunnen zien. En dat moet weer omhoog. Dus maken we investeringen weer fiscaal aftrekbaar. Zorgen we ervoor dat eigen vermogen in bedrijven steken aantrekkelijker is dan bedrijven volpompen met schulden. Zorgen we voor een PPS-constructie samen met onze pensioenfondsen. Privaat-publieke samenwerking. Samen met pensioenfondsen kun je veel investeringen lostrekken. We sluiten innovatiecontracten met bedrijven. Een beetje het voorbeeld kopiëren van onze succesvolste regio op dit moment. Brainport Eindhoven. Waar dat soort contracten zijn gesloten tussen overheden, onderwijsinstellingen en bedrijven. Die succesformule moeten we elders in het land kopiëren. Daar zijn veel mogelijkheden voor. Als je kijkt rond Wageningen, Food Valley. Als je kijkt in het noorden, Energy Valley. Als je kijkt uiteraard rond de regio rond Venlo met transport en logistiek. Dat soort regio's kunnen de groeimotor van Nederland zijn. Maar dan moet je wel durven. Moet je niet een overheid zijn die zich liever terugtrekt en niets wil doen. Een belangrijke groeimotor op de middellange termijn en zelfs al op de korte termijn is een duurzame economie.
En die stimuleren we. Niet zozeer door de belastingen heel scherp te verschuiven. Ja, dat doen we ook, dat hoort er altijd bij. Maar er is iets wat een groter verschil maakt. Namelijk zekerheid bieden aan bedrijven over waar je naartoe wil als land. En dus zetten wij een stip in 2020 en zeggen we tegen alle energiebedrijven, het is goed dat u hier bent, maar in 2020 zal 20% van de energie die u levert duurzaam zijn. En in 2050 is het 100%. Dat is een lange termijn doel, daar kunt u nu aan beginnen met investeren en u weet waar u aan toe bent. Dat type maatregelen zorgt voor zekerheid en meer investeringen in de economie. Een aantal extra dingen die we erbij willen doen. Op termijn moet een groot deel van onze energiewinning van zee komen. Niet alleen wind, maar ook andere energiewinning op zee is mogelijk. En daarvoor is een hoogspanningsnet nodig, wat er nu nog niet ligt. Als je dat wel aanlegt, creëer je voor miljarden aan extra investeringen. En daar moeten we eigenlijk volgend jaar al mee beginnen. En kleinschalige opwerking van energie kan inmiddels bij iedereen thuis. Kan ook rendabel. Als je dat mogelijk maakt, kun je 7 miljoen kleine energiecentrales erbij krijgen. De basis voor een schone energievoorziening, de basis voor nieuwe banen, waar de oude verdwijnen, en de basis voor nieuwe groei, waar de oude is gestagneerd. Maar je moet ook een aantal hervormingen doorvoeren. Hervormingen die ons land sterker maken voor de toekomst. En dat begint op de woningmarkt. Daar moeten hervormingen worden doorgevoerd. En dan niet de hervorming van het Koendersakkoord, die precies datgene doet wat je op dit moment niet moet doen. Namelijk alleen voor nieuwe gevallen iets beperken, een annuitaire hypotheek invoeren, waardoor de markt alleen nog maar verder op slot komt te zitten. En ook niet de maatregel invoeren zoals de verhuisboete, waarbij als je verhuist binnen de Randstad er opeens tot enkele honderden euro's in huur op achteruit kan gaan, dan blijft iedereen zitten. En wat we nodig hebben is verhuizingen, verbouwingen, verkopen, aankopen van huizen. 100 miljard is de economie van de woningmarkt en de bouw samen in Nederland. Dat is een zesde van onze totale economie. Als je die in het slot zet, ja, dan creëer je voor jezelf grote problemen. Die moeten er dus uit. Wij hebben andere hervormingen, hadden we ook al in 2010 voorgesteld, dus ze zijn niet nieuw. We trekken de hypotheekrenteaftrek in 30 jaar tijd gelijk voor iedereen op een percentage van 30% voor de waarde van een modale woning. En dan is de hypotheekrenteaftrek weer datgene wat hij ooit was. Namelijk een stimulans voor huizenbezit. En dan is hij niet meer wat hij helaas is geworden, namelijk een subsidie op rijkdom. Een andere hervorming die nodig is en die nieuw is bij de Partij van de Arbeid, is de arbeidsmarkt. Want als je groei en banen centraal stelt, dan moet je ervoor zorgen dat de arbeidsmarkt ook werkt. Dat mensen snel, als ze hun baan verliezen, en dat is helaas nog veel te vaak het geval op dit moment, ook weer een nieuwe baan vinden. En dat betekent dus dat we de werkgevers vragen om de eerste 6 maanden WW door te betalen. Een extra prikkel om ervoor te zorgen dat de net ontslagen werknemer meteen weer een baan vindt. De ontslagvergoeding zetten we in, niet voor op de bankrekening, maar om zo snel mogelijk een nieuwe baan te vinden. We verhogen de AOW geleidelijk, in 2017 een eerste stap. En belangrijk daarbij, we repareren dat wat het Koendersakkoord kapot maakte. We zorgen ervoor dat mensen die lang hebben gewerkt voor een laag inkomen er ook gewoon uit kunnen op 65-jarige leeftijd, zonder die grote kortingen op de AOW. En we zorgen ervoor dat mensen die om welke reden dan ook te vroeg langs de kant komen te staan, die overbrugging naar die AOW-leeftijd wel kunnen maken. Dat zijn regelingen die door het Lenta of het Koendersakkoord zijn gesloopt en die zetten wij weer terug. Die compensaties komen er weer, zodat er een fatsoenlijke verhoging van de AOW-leeftijd in zit. En niet onbelangrijk, onze arbeidsmarkt dreigt snel te ver-Amerikaniseren. Flexwerk is dominant aan het worden. Op dit moment schuiven er tienduizenden gezinnen aan 's avonds die niet weten of ze überhaupt morgen nog een baan hebben. En honderdduizenden die niet weten of ze over een week nog een baan hebben. Met al die nulurencontracten contracten en payrolling constructies en gedwongen ZZP-schap. Daar gaan we een einde aan maken. We zorgen ervoor dat het flexwerk meer zekerheid krijgt. We zorgen er tegelijkertijd voor dat het vaste werk iets mobieler wordt. En zo breng je de arbeidsmarkt weer bij elkaar. Een belangrijke hervorming die vaak onderschat wordt, is die in de zorg. De zorg eet straks het grootste deel van onze publieke financiën op. De grootste uitgave gaat daar straks naartoe. En daar moeten we op een of andere manier een einde aan maken. Niet door de eigen bijdragers spectaculair te verhogen. Niet door de marktwerking verder door te voeren. Maar juist door een einde te maken aan die marktwerking. Door ervoor te zorgen dat specialisten niet meer per verrichting worden betaald. Maar gewoon een goed salaris krijgen en hun werk kunnen doen. En ervoor zorgen dat ziekenhuizen niet met elkaar concurreren. Maar met elkaar samenwerken. Dan spaar je uiteindelijk op termijn miljarden. En al in deze kabinetsperiode een groot bedrag. En tegelijkertijd willen we daarbij dus ervoor zorgen dat de zorg voor iedereen veel dichterbij komt. Die wijkverpleegkundigen, onze uitvinding, ons initiatief, daar zetten we de komende tijd nog verder kracht achter. Want dat is een belangrijke formule voor gezondheid in de wijk.
En we maken ook een einde aan de bureaucratie. We gaan beginnen met het feit dat huisartsen en ook wijkverpleegkundigen al die indicaties kunnen doen. En dat hele indicatiecircus dus langzaam maar zeker tot een einde kan komen. En van de Partij van de Arbeid moet je verwachten, en kun je verwachten, dat wij de lasten van die crisis dus eerlijk verdelen. Een aantal voorbeelden. De vermogensbelasting boven de 125.000 euro, naar 40% van het verwachte rendement. Dus bij elkaar is dat dan ongeveer 1,6% op je vermogen aan belasting. Aanscherpen van de 30% regeling, dat geldt voor expats. Maximaal 60%, 60.000 euro per jaar doen we belastingvrij. Die enorme belastingvrijstellingen voor expats, daar maken we een einde aan. 60.000 euro belastingvrij verdienen in dit land vind ik al heel erg veel. En een toptarief boven de 150.000 euro, een toptarief van 60% belastingen. En een bonusbelasting voor de excessieve bonussen van 75%. En vergelijk dat nou eens met de lastenverdeling uit het begrotingsakkoord. Een btw-verhoging die er voor iedereen op de gelijke manier inhakt. En daarmee voor mensen die een groter deel van hun inkomen gewoon kwijt zijn aan boodschappen. Aan inkopen, die niet kunnen sparen. Voor hen hakt dat het hardste in. De forensenbelasting, die voor gewone gezinnen die elke ochtend naar hun werk gaan, een enorme kostenverhoging betekent. Vanochtend weer uitgerekend dat het nog weer erger is dan de mensen van het Koendersakkoord ons hadden voorgesteld. En die hakt er voor een lage middeninkomen natuurlijk gewoon harder in dan iemand met een heel hoog inkomen. Het bevriezen van de lonen, ook een oneerlijke maatregel. En we hadden het al over de eigen bijdragers in de zorg. Die kun je ook inkomensafhankelijk maken. Niet voor iedereen hetzelfde vragen, zodat de lage inkomens dan toch weer de dupe zijn. Tot slot, maar eigenlijk het belangrijkste. Dit kan alleen maar in Europa. Een Europa wat groeit, laat Nederland groeien. En een Europa wat werkt, laat Nederland werken. En het omgekeerde geldt ook. Als wij toezien dat Europa verder wegzakt in diezelfde spiraal waar Rutte ons in Nederland heeft ingegooid. Namelijk die spiraal van nieuwe bezuinigingen, grotere recessie, grotere begrotingstekorten en daarmee nieuwe bezuinigingen. Die spiraal dreigt ook in Europa. We hebben echt een nieuwe agenda nodig voor een Europa wat zijn kracht weer terugvindt. Wat zijn investeringen weer wil doen. Wat wil uitkijken naar mensen, met name de jeugd. Kijk eens naar wat er in Zuid-Europa plaatsvindt op het gebied van jeugdwerkloosheid. 50% van de jongeren is daar nu zonder baan. Dat is een hele generatie die opgroeit zonder perspectief. Dat kunnen we niet laten gebeuren. En dat moeten we ook niet laten gebeuren. Want uiteindelijk is een Europa wat werkt voor Nederland een cruciale voorwaarde om weer geld te gaan verdienen. Dus wij willen met andere sociaaldemocraten, en toevallig vandaag overlegt mijn collega Ronald Plasterk in Brussel met andere sociaaldemocraten over een gezamenlijke groeiagenda. Die als contrast geldt tegen de agenda van de rechtse regeringsleiders in Brussel en de rest van Europa. En dat is precies hetzelfde contrast wat wij hier in Nederland schetsen tussen de Partij van de Arbeid, tussen ons antwoord op de crisis en dat van Rutte. Ons antwoord gaat uit van gezamenlijkheid, van gezamenlijk investeren in de toekomst, van een verstandig begrotingsbeleid, geen bezuinigingsobsessie, van het creëren van werk, van durven investeren in de toekomst, van een land waarin we elkaar samen sterker maken. Dat is ons antwoord, hier in Den Haag en vanaf nu overal in het land tot 12 september. Zaal voor zaal, deur voor deur, gesprek voor gesprek gaan wij ons antwoord aan mensen vertellen. En dan zien we de uitslag op 12 september met vertrouwen tegemoet. Ik dank u wel.